Hoi, het is januari en in januari zaai ik graag een aantal plantjes, waaronder de viooltjes, ridderspoor en geranium. In een andere video kun je van mij het zaaien van geranium zien. Je kan die video vinden door te zoeken op Ontdek Mijn Tuin en geranium. In deze aflevering ga ik met mijn viooltjes aan de slag. 9 dagen geleden heb ik hier 6 viooltjeszaadjes. Heb ik laten kiemen in een bakje. Ik sluit mijn bakje altijd af met een deksel. Ik plaats de zaadjes op wc-papier en die maak ik dan nat. En dan zorg ik ervoor dat ze wel nat blijven. Nou, 9 dagen later. En 3 van de viooltjes zijn al dus mooi begonnen met kiemen. Deze 3 zaden ga ik nu heel voorzichtig met een pincetje oppakken. Ik pak het op bij het wc-papier en dus niet, ik raak niet het plantje zelf aan en zeker niet de wortels, want die wil ik natuurlijk niet beschadigen. Dus ik plaats het een beetje met mijn pincetje door alleen het papier een beetje te drukken en dan gaat er natuurlijk wat grond overheen. Plaats dit altijd in potgrond, zaaistekgrond is beter, maar goed, dan hoef ik echt alleen maar potgrond te kopen en zo werkt het ook. 3 plantjes zijn er klaar voor. Nou, de andere 3 zaden moeten nog gaan kiemen. Dus die gaan dus weer naar binnen in de warmte. Ze hebben dus warmte nodig om te kiemen. En daarna kan ik ze ook weer gaan planten in de potjes. De potjes blijven buiten staan. Want viooltjes binnen proberen te laten groeien is heel erg lastig. De plantjes worden heel lang en heel slap. En dat is gewoon zonde. En ze redden het ook wel gewoon prima buiten. Ze kunnen buiten wel wat hebben. De beelden die je hier ziet zijn van eind oktober 2021 en ik had deze viooltjes al eind augustus gezaaid. En dan hier eind oktober ben ik ze in bloempotten gaan plaatsen. Dat is wel makkelijk, want dan hoef ik geen viooltjes binnen te zaaien, want dat is gewoon erg lastig gezien de warmte en weinig licht binnen. De plantjes blijven gewoon mooi klein en beknopt. Nou, hier zie je dus nu, dit is dus nu in januari. En het gaat dus heel erg goed. Ze groeien gewoon heel erg goed. Je ziet dus ook echt verschil. Heb jij dus viooltjes binnen, dan zul je zien dat jouw viooltjes heel erg lang en heel erg slap eruit zien. En deze blijven dus mooi klein en beknopt. En dan zie je dus dat ze eigenlijk goed aan het groeien zijn. Dit is dus wat je zou willen hebben. Ik zaai het liefst einde zomer voor in het nieuwe jaar. En als ik gewoon echt aan de late kant ben, nou, dan begin ik dus in januari. Ik heb wel eens geprobeerd om viooltjes in de lente te zaaien, maar dat werkt eigenlijk gewoonweg niet. Ik gebruik geen groeilampen, dus ik moet het hebben van gewoon zonlicht. Nou, hier zie je dus het resultaat van 2020. Toen ben ik dus inderdaad gaan zaaien in de lente en het duurt heel erg lang voordat ze gaan bloeien. Nou, hier heb ik ze eindelijk tot bloei gekregen en het was dus hier alweer september. Door de warmte wordt het eigenlijk niet echt wat en is het resultaat zeer teleurstellend. Dus vandaar dat ik zaai in de zomer of begin herfst, zaai ik dan dus voor het nieuwe jaar en als ik echt achterloop dan in januari. Het afgelopen jaar hebben mijn viooltjes het echt prachtig gedaan. Je ziet hier dus beelden van de lente van het afgelopen jaar. Het was een plaatje, het was zeer mooi, heel kleurrijk. Ze staken ook heel erg mooi af met mijn tulpen. Dus ze begonnen eigenlijk al heel mooi te bloeien terwijl de tulpen nog volop aan de gang waren. Dus mijn tuin was gewoon echt heel erg mooi te zien, om te zien. En ik had heel veel bloembakken gevuld, bloempotten gevuld met de viooltjes. En iedere bloempot zag er eigenlijk wel heel erg mooi uit. En om te zorgen dat mijn bloempotten heel lang blijven doorbloeien, dat de viooltjes in mijn potten heel lang doorgaan, haal ik altijd de uitgebloeide bloemen weg. Want dan blijft de energie in de plant zitten en dan blijft het dus eigenlijk bloemen aanmaken en bloemen aanmaken en er voluit blijven zien. De viooltjes die ik dus nu heb gezaaid en die ik dus nu aan het zaaien ben, die zaden heb ik dus allemaal zelf geoogst. Meestal haal ik dus de uitgebloeide bloemen weg, maar in iedere bloempot laat ik dus van de kleuren die ik het mooist vind, laat ik een paar bloemen staan. Je kan dus hier ook zien, een uitgebloeide bloem krijgt zo'n dikke knop. En in zo'n dikke groene knop, daarin zitten dan de zaden. Ik wacht altijd totdat de knoppen vanzelf open gaan. En als ze dan vanzelf open gaan, dan zie je de zaden al zo zitten. De zaden zitten er echt in vastgeplakt. Dus dan heb ik nog gewoon genoeg tijd om het eraf te halen. En dan de zaden eruit te wrikken met mijn nagel. En dan bewaar ik dus de zaden. En wanneer het zomer is, kan ik de zaden dus weer opnieuw gaan zaaien voor in het nieuwe jaar.
alle losse viooltjes voor in de bloembakken, zoals ik dat verleden jaar ook had. Nou, die zijn dus allemaal al klaar. Dus die staan dus nu mooi allemaal in de potten. En die zijn dus nu aan het groeien. En in de lente komt het tot bloei. Maar dit is dus wat ik nu probeer te bereiken. En deze zaden ben ik dus nu aan het zaaien. En daarvan heb ik dus vandaag de viooltjes in de pot geplant. Ik heb hier een emmertje. En daar gaat dus colliers in. En de viooltjes gaan daar dus ook dan bij in. Eerst 3 viooltjes en daarnaast dan 3 colliers planten. En ik vind het heel erg mooi hoe de viooltjes tussen de colliers planten uitkomen. En eigenlijk blijft dat dus heel erg lang doen. Zelfs nog in de zomer, als het nog niet zo heel erg heet is. Dan staan de colliers planten. Die hebben dus heel erg mooie kleuren al. En de viooltjes steken daar dan tussenuit. Dus dat vind ik eigenlijk wel mooi. En dit probeer ik dus te bereiken. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.